Begrijp jij nog iets van alle coronaregels? Nee. Vind je dat de VRT Nieuwsredactie die regels goed uitlegt? Absoluut niet. Is Frank Raas een superverspreider volgens jou? Dat zou kunnen, ja. Goedenavond, beste kijkers en liefhebbers van Extra Time. Mannen, bedankt om mij uit te nodigen. Ik zou het met jullie heel graag willen hebben over de coronaregels. Ja, ik snap er niks meer van die regels. Dus voilà, niemand snapt ze nog. En als er iemand de regels kan uitleggen, dan zijn jullie het wel. Tja, wat denken we ervan, mannen? Een concreet voorbeeld. Stel, ik heb een nachtwinkel en om 7:40 s'avonds komt er een klant binnen en die bestelt een pintje. Geef ik het hem. Joost. Geef hem niet. Ja, Joost, ik denk dat ook. Want als er zo iemand komt zuipen s'avonds in de nachtwinkel, dat kan niet goed zijn voor de situatie. Je hebt het ook een keer meegemaakt. Allee, Gert, jij durft ook zo een keer af en toe een keer... Een goed pintje drinken of zo. Dat is nog zacht uitgedrukt. We zijn niet kalm aan, zeg. Hij zit hier wel, hè. Het is iemand die het licht gaat geregeld uit. Allee, jong. Ja, klopt echt. En over hoeveel promille spreken we dan? Net iets in de 90, denk ik. Volgens de regels is dat... Is dat er wel zwaar over, denk ik, hoor. Ja. En hoe lang duurt dat tegen dat je dan ontnuchterd bent? Eigenlijk moet hij nog een dag of 200 wachten, denk ik. Ja. En zou dat kunnen dat jij nu ook iets gedronken hebt? Want ik krijg toch iets subtiels, denk ik. Mannen, rustig. Frank, misschien is nu het moment om even af te ronden. Want, We gaan afronden op dit late uur. Moeten zien thuis te geraken op tijd niet in de gevangenis. Ik denk dat Gert beter met het busje van de Varmee rijdt naar huis. Wat een goed programma.